Wij zijn ook maar mensen. Wij hebben overal haar waar dat golle haar hebt. Overal, buiten op ons gezicht. Allee, zelfs dat. Zelfs dat. I have a fucking moustache, hè. That I could be like the cool kids. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Jamilia Baidu en ik maak elke dag een nieuwe video voor jullie, behalve op vrijdag. Jongen, daar zitten hier van die vette je beesten, maat. Oh, niet mijn piano. You cannot live there. You cannot live in my piano. Er is een fucking beest tussen de toetsen van mijn piano gekropen. Ja, veel plezier. Cool mensen, welkom bij een nieuwe video. Ik zit hier voor de eerste keer eigenlijk feitelijk zonder nog maar te weten wat ik ga maken. Ik zweer het. Normaal weet ik op voorhand wat ik ga maken en ik heb nu echt absoluut geen idee. Ik ga gewoon mijn scherm opnemen en we gaan gewoon wat shit bekijken. Meestal zijn de meest onverwachte video's de beste, denk ik dan. Wat ook altijd grappig is, zijn zo die dingen. Zo van die rare weetjes en zo. Maar ik zie echt geen fluit door die bril. Rare weetjes. En dan zie je ook dat ik die allemaal al heb aangeklikt, gehad. Oh nee, toch niet, dat is door die bril. Dat leek alsof het dat paars was, maar het is blauw. Er zitten alleen negatieve calorieën in bleekselderij. De bleekselderij vochtafdrijvend is, wisten we al. Maar dat het meer calorieën kost om een stengel op te eten dan dat het aan energie oplevert, is mooi meegenomen. Je kunt er dus onbeperkt van eten en je valt er nog vanaf ook. Goed nieuws voor mannen met baarden. Wil je dat hij snel groeit, dan is het goed om regelmatig seks te hebben. De extra aanmaak van testosteron hierbij zorgt voor een heuse groeispurt. Amai, dan weten we ineens wat dat Osama Bin Laden aan het doen was in zijn vrije uurtjes als hem geen gebouwen aan het kapotknallen was. Het dilemma! Het ei was er eerder dan de kip. Volgens de Bijbel was er eerst de kip en toen het ei, maar volgens biologen is het precies andersom. Twee op een kip lijkende vogelsoorten hebben samen gepaard en een ei gelegd en hieruit is een andere soort ontstaan. Dat is eigenlijk de eerste logische uitleg dat ik daarbij hoor. Rode ogen na het zwemmen komen niet door kloor. Als je rode ogen krijgt na een duik in het zwembad, dan komt dit niet door een te hoog kloorgehalte in het water. Nee, helaas worden rode ogen veroorzaakt door de flinke hoeveelheid urine. In het zwembad. Misschien is kopje onder toch niet zo lekker fris als dat we dachten. Hallo, waarom staat deze onder nutteloze feitjes? Ik vind deze best wel nuttig. Dat is toch niet waar? Weet je al hoeveel keer dat ik zin gaan zwemmen dat mijn ogen er bekend uitpopte van de zeer? Dat is fucking degoutens. What the fucking fuck? Dat is sowieso door kloor, dat kan niet anders. Dat vind ik echt vuil. Mannen liegen vaker dan vrouwen. Wow, dat wisten we nog niet. Mannen schijnen 2 keer vaker dan vrouwen te liegen en naarmate ze ouder worden, gaan ze hun eigen leugens steeds sneller geloven. Blijkbaar, verandert liegen de herinnering en vormt gedrag een nieuwe herinnering aan een feit dat nooit gebeurd is. Ik had dat vroeger ook. Toen ik een kind was, loog ik heel vaak. En ik begon ook mijn eigen leugens te geloven. Er zijn zelfs nu, vandaag op de dag, nog verhalen die dat ik geloof dat die zo gebeurd zijn, terwijl die eigenlijk nooit zo gebeurd zijn. Maar omdat ik dat jarenlang zo tegen mensen heb verteld, ben ik dat zelf gaan beginnen geloven in mijn hoofd dat verhaal echt zo is gegaan. En als ik heel diep nadenk, soms besef ik van, oei, dat is eigenlijk nooit echt zo gebeurd. Ik denk niet dat er iets is wat ik tegenover heb verteld wat dat niet gebeurd is. Dus daar moet je niet over stressen. I wish that I could be like the cool kids. Ik ben nog altijd niet goed van die urine in dat zwembad. Niet alle dieren hebben rood bloed. Bij de kleur van bloed denken we per definitie aan rood, maar niet alle dieren hebben net als een mens rood bloed. Het bloed van een bloedzuiger bijvoorbeeld is groen en dat van kreeften en spinnen is blauw. Leuk weetje, denk ik dan. Mensen hebben net zoveel haar als chimpansees. Als je denkt dat Harry de harige aap veel meer haren heeft dan wij mensen, dan kom je bedrogen uit. We hebben er net zoveel. Alleen zijn de haren van een chimpansee langer, strugger en donkerder. En zijn die van ons een stuk korter en donzig, waardoor ze niet echt opvallen. Dat is hè, maat. Heel ons lijf zit vol met haren. Je ziet dat, als je zo doet, zie je dat. Dus beelden wij je in dat onze haren langer zouden zijn en gewoon iets dikker, dan zijn wij letterlijk apen. Letterlijk. Een mens laat per jaar 6000 scheten. Dat is een leugen. Dat doe ik per week. Oh, weet je wat ook leuk is? Dingen die iedereen doet, maar niemand toegeeft. Ooit heb ik hier al een video over gemaakt, dus dat kan zijn dat er een paar dingen terugkomen. Nummer 1. Een extra duur product bestellen om de 3,99 verzendkosten te vermijden. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Ik heb ook nog nooit een moeilijk gedaan over verzendkosten. Tenzij dat je iets van China bestelt en dat je er 563,49 euro verzendkosten voor moet betalen. Maar voor de rest heb ik dat nog nooit niet gedaan. Op je telefoon kijken hoe laat het is, maar als je je telefoon terugstopt, geen idee niet meer hebben. Maar ik heb dat eens 70 keer achter elkaar gehad. Ik kan mijn gsm tegen de muur kletsen. Dat was echt letterlijk zo
kijken hoe laat het is, wegleggen en dan zo, oh ja, even uitrekenen, want ik moet om 3 uur daar zijn. Wacht, hoe laat is het nou weer? Oké, even terugkijken. Oké, wacht, dan moet ik op 3 uur... Wacht, hoe laat is het nou weer? En even terugkijken. Ja, oké, als ik dan vertrek, kom ik op 3 uur... Wacht, maar wacht, hoe laat is het nu? Echt waar, dat bleef gaan. Ik heb echt... Maar ik was echt kwaad. Dat is zelfs gelijk dat je naar de ijskast wendelt, dat je die open doet en dat je die terug sluit. En dat je eigenlijk, als je terug in je zetel zit, totaal niet beseft wat er nu eigenlijk in die ijskast ligt. You just don't know. Naar de verkeerde persoon zwaaien, dat is zo gênant. Of het ergste is nog als je de verkeerde persoon aanspreekt. Wanneer je letterlijk een verkeerde persoon aanspreekt, dan stop het. Er is geen oplossing niet meer. Dat is gewoon de pijn doorstaan. En dan kun je wel zeggen, ah, oh, sorry, ik dacht dat je iemand anders waard. En dan zegt hij ook zo gênant, van, oh, nee. Ah, oh, dat is zo awkward. Maar ik zit eigenlijk op een punt in mijn leven dat ik naar iedereen zwaai, dus ik kan die fout niet echt niet meer maken. In paniek raken als je je zonnebril kwijt bent en je die vervolgens op hebt. Dat is bij mij geen probleem. Tegen je huisdier praten met een enorme piepstem. Kassie! Kassietje, kom eens bij mama. Genenten is dat ik ook echt zo praat tegen mijn hond als de camera afstaat. Dat heel oogstukje niet, maar zo dat van... Ja, dat is hoe ik praat tegen mijn hond. Ik vond dat vroeger altijd heel lastig als mensen dat deden bij hun honden. Totdat ik zelf een hond had en dat ik besefte dat dat normaal was. Maar ik kon dat niet verdragen als mensen dat deden. En ik doe het nu zelf niet anders, dus. Een beetje gelijk die gifts op TikTok. Dat is ook iets wat ik niet kon verdragen en wat ik nu ook zelf doe. Het leven verandert. Hopen dat iemand niet opneemt als je diegene belt. Dat is heel triestig. Maar dat gebeurt dus wel echt. Soms belt er u iemand. En ik heb dat wel afgeleerd, maar heel veel mensen zijn gewoon nog zo. Ik heb zoiets van, als ik iemand niet wil horen of niet wil bellen, doe ik dat ook niet. Ongeacht of het aan u afgesproken is of niet, I don't give a fuck. Als ik mij op die moment... Dat was geen scheet, dat was mijn stoel. Als ik mij op die moment... niet voel van ik wil met u bellen, dan doe ik je dat gewoon niet. Ik doe niks meer in mijn leven wat ik niet leuk vind en dat zou iedereen moeten doen. Maar ik heb wel momenten gehad, ja, dat iemand mij heeft gebeld, zal ik maar zeggen, en dat ik te laat was mee opnemen of dat ik dat niet had gezien en dat ik mijn eigen verplicht voelde om terug te bellen en dat ik dat dan deed en dat ik echt aan het hopen was van please, pak niet op. Of dat ik dat zomaar 1 of 2 keer laat tuten, zo, snapte? Ze gaan nooit weten hoeveel keer ik je dat heb laten tuten, hè, Gesha? Dus ja, eigenlijk moet je dat niet doen. Je moet gewoon niet terugbellen. Simpel, dat moet je doen. 100 keer per seconde je social media refreshen. Oh, dat is ook weer zoiets. Waarom doen wij dat? Chik, 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 chik. Alsof er ook maar iets verandert. Buiten mijn likes die dat elke milliseconde omhoog gaan. Bang! Het hele huis doorlopen tijdens een telefoongesprek. Ja. Dat is eigenlijk volgens mij de enigste... fysieke moment van mijn dag. Als ik kan bellen ze met iemand, dat is mijn enigste sportmoment van de dag dat ik heb. 20 keer de badkamer gezien, 15 keer mijn slaapkamer, 33 keer de tuin. Als ik een telefoongesprek heb, dat is echt absurd. Of als je zo een blad voor je wil liggen met een bik, dan begin je de raarste dingen te tekenen. Er zijn al kunstwerken uitgekomen als ik telefoongesprekken heb. Uw grote teen scheren, dat heb ik gisteravond nog gedaan. Voor de mensen of de mannen, de mannen die dat denken dat vrouwen geen teenhaar hebben, ga slapen alsjeblieft. Wij zijn ook maar mensen. Wij hebben overal haar waar dat golle haar hebt. Overal, buiten op ons gezicht. Allee, zelfs dat. I have a fucking moustache, hè. Als ik die niet onderhoud, hè, dan kan ik nog winnen van alle. Dus wij vrouwen hebben ook teenhaar, ja. We hebben dat niet op onze kleine teentjes, of ik het toch niet. Maar er zijn vrouwen die dat wel hebben. Mannen hebben dat wel op hun kleine teentjes. Wij hebben dat enkel op de grote teen. Speciaal voor jullie mannen, scheren wij dit af. Fuck that shit dat wij dat voor alle doen. Tuurlijk doen wij dat voor ons eigen. Plassen onder de douche. Mm-hmm. Wie doet dat niet? Ik denk dat iedereen dat zo. Ik heb zelfs wel gekozen momenten dat ik denk van... Oh, ik moet eigenlijk naar de wc wanneer ik nog niet in een douche sta. En dat ik denk van... Oh nee, ik ga in een douche. Ik zal het daar wel lossen. De deur van de ijskast heel langzaam sluiten, zodat je het lichtje uitziet gaan. Nee. Dat is zoiets wat ik op het begin een keer wou testen. En dat heb ik eens gedaan. Maar vanaf dat je het weet, dan weet het ook wel. Tijdens een gesprek maar blijven knikken terwijl je geen idee hebt wat de ander gezegd heeft. En maar hopen dat het de juiste reactie is.
Ik ben daar op getraind. Ik kan er niet aan doen. Ik ben daar echt op getraind. Als iemand tegen mij praat, maar ik heb een concentratieprobleem, dus ik heb mezelf er ook op getraind, omdat dat anders gewoon fucked up is voor de tegenpartij. Maar ik kan mij gewoon niet focussen heel lang op één ding. Dat gaat niet. Dat is gewoon letterlijk, lichamelijk voor mij niet mogelijk. En als iemand dan een heel lang gesprek aan het voeren is, dan heb ik zo van die stopwoorden zo, hè. Dus als die dan stopt met praten en je beseft dat ineens, want het is ineens stil, dat is eigenlijk het enige wat jij hoort is... En dan weet je, oh fuck, het is aan mij. Jij moet gewoon zeggen, ah oh, echt? Snap je? Gewoon zo, ah oh, echt? Allee, dat meen je niet. Maar allee jong, dat kan toch niet zoiets? En dat zijn gewoon allemaal woorden. Je weet ongeveer wel waarover dat het gesprek gaat. Dus je kunt je eigenlijk er wel op aanpassen. Hè? Maar dat zijn zo een paar van die woorden, van die stopwoorden, waardoor dat die mensen dat oké vinden. En dan gewoon verder beginnen lallen. Bij mij nooit iemand dat hoor, volgens mij. Buiten de Tom. Bij een Tom is dat nogal vrij duidelijk, denk ik. Ik heb daar video's van, echt. Waar stond die? Amai, dan moet ik even gewoon zoeken. Dus mensen, ik kan al nu 2 video's laten zien. Van Tom die dat mij iets uitlegt en waarin dat je mij totaal ziet uitzonen gewoon. Ik ben niet meer op aarde. En hoe graag dat ik daar ook mijn stopwoorden wou gebruiken van oh, echt? Ja, dat meen je niet. En ik heb het wel een beetje gedaan. Het ging niet. Ik was er niet. Ik was niet aanwezig niet meer. Ik vind het gewoon kei leuk voor zo'n mensen op te maken en zo'n mooie glamour beauty look te doen. En oh my god, moet ik eens iets vertellen? Ja. Ik heb voor het eerst in 15 jaar, vorige week, een klant gehad, een bruidsmake-up. Dat ik dat gewoon, ik had die helemaal geschminkt en dat ik opnieuw moest beginnen. Ja? Ja, die was wel content, maar ineens begon die ineens over totaal andere kleuren. Ja, ik had dat liever, zo een beetje wat jij nu weet, wat meer dat roze zo. Mm-hmm. Ik dacht van, man, zeg dat van in het begin? Ja. Ik kan het proberen na te leggen, echt. Soms als ik met Tom aan het vloggen ben. En je begint de naadleg te doen. Dan zoon ik gewoon volledig het maat. Zie gewoon echt naar mijn kop, gest. Ik ben er gewoon niet. Ik weet niet waar ik zit op die moment. Een kaneel, bittere sinaasappel, vanillestokje, sandalwood, chili en ilang. Ik doe echt zo. Ik lach mij echt kapot met die video's. Die en Tom ook. Oh, die en Tom stuurde dan Nadine aan mij door van Jamila. Zie die wij net toch bezig? Ik zeg, maat, ik kan daar niet aan doen. Dat is oprecht, ik kan er niks aan doen. Ach ja, de volgende. Stress hebben omdat je je telefoon kwijt bent, die je vervolgens gewoon vast hebt in je hand. Ja, daar heb ik nog niet veel voor gehad. Ik zou ook niet stressen over dat ik mijn telefoon kwijt ben. Maar goed. In de ijskast kijken of daar iets lekker... That's what I said earlier. Ik ken dat niet meer. Als je met anderen bent, wil je alleen zijn. En als je alleen bent, wil je met anderen zijn. Ik wil altijd alleen zijn. Ik heb niemand nodig. Terwijl je staat te wachten, doen alsof je heel druk hebt met je telefoon. De Jens van de week nog. Wij waren ergens en er was iemand dat contact probeerde te zoeken met Jens. En Jens had er absoluut geen zin in, ook aangezien zijn situatie en zo. Want voor de mensen die het niet weten, misschien hebben het al gezien, Jens heeft het zelf ook al geplaatst. Zijn mama is helaas overleden een paar dagen geleden, dus het is allemaal heel even heel druk en heftig en zo. Maar natuurlijk, op dat moment wilde hij niet echt contact leggen met mensen, begrijp je? Dus ja, Jens is dan echt zo fake beginnen bellen zo. Dat is ook iets wat ik soms doe. Zo fake beginnen bellen, gewoon om het minder awkward te maken dat je alleen bent of zo. En de laatste van deze site is het stoplichtknopje veel te vaak indrukken in de hoop dat het daardoor eerder groen wordt. Ik sta nooit voor een stoplicht. Ik rij met een auto en ik parkeer mij zo goed dat ik nooit een stoplicht moet doen. Dus. Maar het kan zijn dat mensen dat doen. Maar zit mijn haar al heel een tijd hier zo te steken? Dat is gênant. Goed mensen, ik wist niet wat ik vandaag moest doen. Hopelijk is het toch nog iets geworden. Het woord van de dag is... strijkijzerfazant. Reageer het in de reacties. De eerste 3 reacties die dat hebben gereageerd en die dat er nog iets bij zitten waar het er in de video grappig was of dergelijke, die krijgen van mij een reactie op hun reactie. En dan zie ik jullie morgen weer terug, guys, om 5 uur. Adios!